Goedemorgen allemaal en welkom bij dag 13 van Vlogmas. Ik heb de kerstboom alweer aanstaan. En ja, Audi die liep vanochtend de woonkamer in en die sprong al meteen de kerstboom in, wat niet de bedoeling was, maar goed. Maar nu zit ze in die doos daar verstopt, zo te horen. Maar ja, laat hem maar lekker gaan. Oh, kijk, daar komt ze net uitgekropen. Echt waar, hoe katten dat toch voor elkaar krijgen, maar goed. Maar ja, het is inmiddels 6:30. Ik ga me zo meteen omkleden. Normaal eet ik om 6:30, maar nu heb ik het eten net al op. En het is eigenlijk mijn plan om een keertje om 7:00 in de sportschool te zijn. Als me dat lukken gaat, 7:05 is ook geen probleem. Maar kijk of ik dan wel de auto kwijt kan. Dus ik ga nu snel rennen om om te kleden en mijn spullen te pakken en lekker even naar de sportschool te gaan. Ik heb de perfecte tijd gevonden om te gaan sporten. Gewoon om 7:00 ochtends, of nou ja... Ik was eigenlijk om 6:05 in de sportschool zoals verwacht. Maar dan is het heerlijk rustig op de weg en ik kan gewoon normaal parkeren bij de sportschool. Al waren er al wel flink wat auto's daar, want ik liep binnen en allemaal bejaarden hingen daar rond om te sporten. Wat ik echt heel erg positief vind om te zien. Dat is echt zo'n heel clubje eigenlijk. Al die mensen kennen elkaar waarschijnlijk van de sportschool of van bejaardentehuis of weet ik veel wat. En die staan dan ook echt allemaal met z'n samen op een rijtje. Je hebt dan 4 loopbanden naast elkaar. En dan staan ze echt met z'n 4 zo naast elkaar lekker te kletsen en te doen. Echt super schattig. Maar goed, ik heb de zwaarste dag van de week gehad. Ik heb leg day gehad, oftewel beentraining. Het is weer killing, maar wel lekker weer even. En zoals ik al zei is het 8:30 en ik ben net thuis. Dus echt een mooie tijd. En ik ga nu eerst denk ik maar even zo'n vieze eiwitshake naar binnen werken. Maar dat in ieder geval mijn spieren weer iets opgebouwd worden. Want ik ben de laatste tijd best wel veel afgevallen weer. En oké, de meeste mensen zouden niet klagen als ze afvallen. Maar hoor je ook niet klagen dat ik afval. Maar ik merk wel dat juist mijn spieren zijn die afvallen, zeg maar. In plaats van... Dat je echt strakker uit gaat zien, begin ik juist meer te lubberen en zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus vandaar dat ik maar weer even flink het sporten op ga pakken. En weer met de eiwitshakes aan de slag ga. En dan is het tijd, denk ik, om mijn huisje op te ruimen. Ik heb zoiets van, ik ben nu toch bezweet en vies en smerig. Dus als ik mijn huis toch wil poetsen vandaag, dat deel, dan kan ik dat net zo goed in mijn smerige outfit. En mijn smerige zweetlijf doen dan dat ik me eerst ga douchen en dan weer vies word en dan weer moet. Dus ja, ik ga eerst maar eens even beginnen met de eiwitshake en misschien nog wat te eten. En daarna maar even wat schoonmaken hier in huis. Nou, die vieze shake zit erin. En dan is het nu tijd om even wat te eten en om die smaak weg te werken. En dit is wat ik dan snack. 1 droge matse cracker, eentje met... gegrilde kipfilet, eentje met pindakaas en boter en een klein stukje komkommer, gewoon omdat ik dat lekker vind. Dus dat ga ik nu eerst eventjes lekker opeten. En ik heb de wasmachine al aangezet. Ik denk dan kan die alvast draaien en dan is straks een beetje schoon tegen de tijd dat ik hier beneden schoon ben, of schoongemaakt heb. Dus dan loopt dat mooi in elkaar over allemaal. 12:30, de droger staat nog even aan, die is bijna klaar. Ik hoop dat hij opschiet, want ik wil even langs mijn moeder. Ze heeft nog wat lasagne voor me staan en ik heb er echt super veel zin in. Dus vandaar dat ik daar even langs ga rijden zometeen. Ik heb net even gedoucht en mijn haar gewassen. En een nieuwe volumespray gebruikt. Tenminste, voor mij was die nieuw van L'Oréal. Maar ja, ik zie niet echt veel verschil tussen met volumespray spreunen of zonder volumespray. Dus eigenlijk was het weer zonde van mijn geld. Ik zal nog even snel laten zien wat ik aan heb. Dat is eigenlijk hetzelfde als gisteren. Omdat ik gewoon te lui was om iets nieuws te kiezen. Ik heb aan een witte glittertrui van de Primark. Een kort rokje zwart van de Primark. Mijn zwarte panty. En nu nog mijn sloffen. Maar daar gaan weer mijn over de knie laarzen overheen. En... Oh, Audi valt me ook weer lastig. En ja, ik heb nog niet zo heel veel gedaan natuurlijk vanochtend. Ik heb wel de keuken al helemaal schoongemaakt, de was gedaan. De droger is nu dan bezig. Ik heb gesport, ik heb gedoucht, aangekleed. En mijn make-up laat ik lekker zitten vandaag. Want ik heb de laatste tijd weer heel erg veel last van mijn ogen. Voornamelijk van mijn wimpers, dat ze heel erg pijnlijk aanvoelen. Dus dan draag ik gewoon een tijdje geen make-up en dan gaat het al stukken beter. Het voordeel is dat ik niet hoef te werken, dat ik werkloos ben.
En dat ik dus voorlopig ook gewoon zonder make-up kan rondlopen. Is voor mijn huid fijner, is voor mijn ogen fijner. En ja, zometeen maar eventjes langs mijn moeder dan, zoals ik al gezegd had. En daarna nog even wat vlogs bewerken en doen. En dan is het alweer tijd om eten te koken. Nou, ik heb een bakje lasagne gevonden bij mijn ouders thuis. En ik neem hem meteen mee naar huis toe. Ik ga er meteen weer vandoor, want er is nu toch niemand hier. Dus dan vind ik het net zo fijn om gewoon thuis te zijn, lekker met de kat. Ik heb de konijn loslopen, pluisje dus. En dan kan ik ook nog even rustig werken terwijl ik eet. Vandaar dat ik meteen doorga. Ik zal nog wel even mijn kleine eendje gedag zeggen, hè? Mijn kleine eendeltje. Oh, lekker ding. En de poesjes. Eendje. Hey, Bram. Joh, niet schrikken, ik ben het maar. Nou, het is nu net 2:05. En ik zit lekker aan mijn bakje lasagne die ik van mama heb meegenomen. Hij smaakt echt ontzettend goed. Maar ik moet eerst die kleine boef daar gaan verwijderen voordat ik echt kan eten. Want ze sloopt constant mijn bloemetjes en dat vind ik helemaal niet leuk. Dus goed, ik ga even lekker eten en haar op de gang zetten. Een mini boompje van vorig jaar nog gevonden op zolder. En deze staat gewoon schattig op mijn kamer. Ik moet nog wel een paar takjes even goed doen. Want hij is een beetje verbogen. Een beetje kaal boompje zo. Een beetje een lelijk boompje. Maar ja, het is een boompje en dat maakt het toch wel wat gezelliger. En ondertussen ben ik bezig met mijn vlog dag 7 te bewerken. En ja, het is inmiddels al 4:50 weer. De wasmachine is nog steeds niet klaar. Nou ja, ik had de wasmachine weer opnieuw aangezet met een andere was erin. Ik denk dat is in ieder geval alles in één keer weg en hoef ik daar de rest van de week niet meer naar om te kijken. En ja, zo breng ik mijn middag nog eventjes. Ik ben inmiddels maar beneden gaan zitten. Ik weet niet zeker of jullie me kunnen zien, want het is echt al heel erg donker aan het worden. Ik heb de boel in ieder geval wat gezelliger gemaakt. De droger staat namelijk bovenaan en met dat geluid kan ik me echt niet concentreren op mijn werk. Dus dan doe ik dat maar beneden. En dan heb ik lekker de tv aanstaan met een kaarsje en de Philips-lamp die we gemaakt hebben. Ondertussen, terwijl ik een filmpje aan het uploaden, of tenminste mijn vlog aan het uploaden ben, ben ik nog een ander filmpje aan het kijken. Ik heb de tafel nog leuk gedekt. Ik heb de kerstboom toch nog maar iets verschoven, zodat we gewoon weer aan tafel kunnen zitten. En een paar kaarsjes aan dan. Maar ja, Audi is echt ronduit vervelend. Die is echt aan het zoeken om kwattenkwaad uit te halen. Dus ik hoop dat ze zo meteen gewoon ergens gaat liggen en gewoon ophoudt. Maar dat denk ik van niet. En het is nu 5:10. Dus ik heb nog heel even. Ik hoef pas rond 5:30 te beginnen met koken. En vandaag eten we broccoli met Javaanse burgers en rijst, denk ik. Nou, mijn eerste uploadpoging is dus mislukt. Echt, hij bleef maar laden. Maar hij weigerde te verwerken. Dus ik ben hem nu vlogmas dag 7 opnieuw aan het uploaden. Ik heb vlogmas dag 8 ook al bewerkt inmiddels. Die is ook al opgeslagen. Tenminste niet in YouTube, maar op mijn computer. Ja, er is alleen niet zo heel veel aan. Het is echt een hele korte zeurvlog eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. En ondertussen ben ik ook al begonnen met het eten koken. Want het is al 5:30. Of nou ja, net 5:30 geweest. Dus ik heb de broccoli en de rijst nu aanstaan. En ik ga zo meteen de Javaanse burgers maar even aanzetten. Het zijn trouwens die burgers die ik vorige week gekocht heb. Meestal kun je die burgers wel een week of twee goed houden in je koelkast. Dan zijn ze nog wel houdbaar. Je moet alleen even goed op de datum letten. En ik vind het zelf echt ideaal van die vegetarische burgers. Omdat je... Ten eerste zijn ze gewoon heel snel klaar. Meestal met 5 minuten zijn ze al klaar. En daarnaast liggen ze gewoon in de koelkast. We hebben een mini vriezer in de schuur staan. En we vergeten dus altijd om het vlees uit de vriezer te halen. Dus vandaar dat ik het ook wel handig vind om gewoon lekker vegetarisch te eten. Dus het is bij ons niet alleen omdat we het lekker vinden en omdat het zo makkelijk en snel is. Maar ook gewoon omdat we vlees altijd vergeten uit de vriezer te halen. Het is inmiddels bijna 8:30. Ik ga nog even lekker rustig aan doen. En ervoor zorgen dat Audi niet weer in mijn kerstboom springt. En ja, dan denk ik dat ik rond 9:15 ook weer lekker naar bed toe ga samen met Simon. Want die moet morgen weer vroeg op. En ik moet eigenlijk ook gewoon weer vroeg op.
Dus dan is het wel handig als ik een beetje op tijd mijn bed uit ga. En dat ik dan ook op tijd naar bed ga. Dus bij deze wil ik alvast de vlog van vandaag afsluiten. En ik wens jullie nog allemaal een hele fijne avond. En slaap lekker alvast.